Goedemorgen, lieve, lieve mensen en van harte welkom bij weer een nieuwe Morning Setup. En vandaag ben ik weer eens eventjes binnen, want halleluja, er is regen. Voor de plantjes ben ik vooral heel blij. En ja, wij mensen, wij hebben natuurlijk heel veel water nodig, dus... Ik zat altijd broeden op een thema, maar dan weet ik het nu ik dit uitspreek. We gaan het hebben vandaag over de waterenergie. En dat is de energie die verbonden is met yin, de vrouwelijke kracht. En het element is verbonden aan de orgaangroep de nieren. Dus ondanks dat ik binnen ben, kom lekker staan voor zover het kan. Ik heb de bank een klein beetje uit elkaar gehaald, zodat jullie me toch nog enigszins kunnen zien. Even kijken hoor, kan dit? Ja, dit kan. Ah, en als je bent komen staan, net als ik, dan zet je voeten maar op heupbreedte. En land even in dit moment. Misschien lukt het al om je ademhaling iets te verdiepen. Maar wat heel handig is, is om bewust te voelen je voeten op de vloer. Dus ook als je bent blijven zitten, voel maar hoe je voeten, de zool van je voeten, contact maakt met de aarde. En de eerste beweging die we dan gaan maken is... wrijven in je handen om de energie van de energie die je bent eigenlijk, om die op te wekken, te activeren. Dit is dan wel iets meer vuur in plaats van water, maar ik vind het zelf altijd heel erg fijn om eventjes mijn handen te voelen stromen. Dus als je gewreven hebt, kijk eens of je dat kunt voelen. Misschien voel je tintelingen. Misschien voel je echt letterlijk een stroom. Ik merk dat hoe vaker ik het doe. En ik ben dit nu bijna al een jaar. Doe ik met jullie de morning setup. Dat het steeds makkelijker wordt om eigenlijk te voelen. Dat ik niet alleen mijn lichaam ben. Maar eigenlijk het hele energieveld. En deze... bal van energie die je nu hebt, die neem je in je handen mee en die breng je naar de achterkant van je rug. En dan zet je lekker je handen even op je rug. En doe dat met de intentie om daadwerkelijk energie naar je rug te brengen. En dan kun je je afvragen, oké, waar heb je je handen dan precies gelaten? Nou, ik heb ze als eerste op mijn heupbotten gezet. Dus zo'n beetje hier. En dan heb ik de bovenkant van mijn handen. De bovenkant van mijn handen, die zitten dan bij mijn nieren. En de onderkant van mijn vingers, die zitten bij mijn heiligbeen. Bij het tweede chakra van het element water. En het midden van mijn handen is precies... bij het zogenaamde Mingmen Point, de Gate of Life. En adem dan eens even ietsje dieper in en uit. Misschien met een zucht. En door je handen hier te houden met die energie... activeer je als het ware deze punten die ik net heb genoemd. Drie hele belangrijke punten. Je heiligbeen, je Mingmen Point en je nieren. Om deze wat liefdevolle aandacht te geven. En als het goed voelt, na verloop van tijd begin ik wat pijn te krijgen in mijn handen. Dus als je dat ook hebt, schud maar even lekker los. En wrijf of klop dan zachtjes aan de achterkant van je rug. En dat hele gebied waar je net je handen had, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Ja, je hoort het al aan mijn spraak.
dat ik dat aan het doen ben. Zachtjes kloppen of wrijven om ook hier eigenlijk de vastgezette energie uit te nodigen om te gaan stromen. En voor degenen die van de week al gekeken hebben naar de emotionele reiniging, de nieren die staan voor angst. En dat is het element water waar ze aan gekoppeld zijn, maar de emotie is angst. En dat betekent dat als de angst hier uit kan stromen, en ik ben dan al automatisch eigenlijk een soort van beweging aan het maken om dat uit mijn lichaam te bewegen. Dat kan naar boven, dat kan naar de zijkant, maar je mag het ook naar beneden strijken. En als angst kan bewegen, los kan trillen, je lichaam kan verlaten, ja, dan komt er natuurlijk dan komt er voor in de plaats vertrouwen. Dus strijk het maar helemaal langs je benen naar beneden. En een handig voordeel van deze beweging, ontspan je knieën als je dat doet, is dat je tegelijkertijd ook alle kanalen in je benen stretcht. En voor de mensen die vaker kijken, die weten dat al. Mijn benen zijn altijd heel stijf. Ik weet niet hoe het met jouw benen is. Maar wrijf lekker naar beneden. En dan tot slot wrijf je langs de buitenkant naar beneden. Dan maken we een hele cirkel. En dan om je voeten, dat kan je net niet zien, zie ik. Maar dan kom je aan de binnenkant weer omhoog via je liezen. En dat doe je een paar keer. Dus je gaat langs de heupen naar beneden. Aan de buitenkant van je been met aandacht en liefde. Dan om je voeten heen, langs je tenen. En dan kom je weer omhoog langs de binnenkant van je liezen. Over je heupbotten heen. Terug naar beneden. De buitenkant doen we nog één keer. Om je voeten heen, om je tenen, met je vingers, met zachtheid, met een innerlijke glimlach naar jezelf. En dan eindig je bij je liezen en de binnenbenen. En nou, dit is misschien een beetje gek, maar hey, ik zet het gewoon op YouTube, maakt niet uit. Masseer de binnenkant van je liezen en van je benen. En wat hier zit, dat zijn de zogenaamde qua, de waterkanalen. En door deze naar beneden te strijken, open je eigenlijk de flow van het water in jou. Voor mij voelt het beter op dit moment om niet alleen naar beneden te strijken, maar een beetje heen en weer. Dus voel maar eens wat voor jou goed voelt. Dan kun je ook nog even met een zachte, losse vuist iets op je liezen kloppen. Eigenlijk het hele gebied bij de heupen. Natuurlijk een gebied waar we heel veel emoties vaak vastzetten. Allerlei emoties die we elders in ons lichaam hebben opgeslagen, die dan hier vast komen te zitten en waardoor ze niet naar beneden kunnen stromen. En nadat je een paar keer geklopt hebt, voel eens even wat voor beweging jouw lichaam nog wil maken. Mijn lichaam wil heel graag een klein beetje rollen met de schouders. En dat kun je helemaal overdrijven door je rug te bollen. Helemaal te bollen en open te strekken. Een paar keer. En kan je zelfs je hoofd bij bewegen. Dat je een soort van flow in je lichaam krijgt. Hoeft ook niet zo lang. En dan kom je weer tot rust. En deze morning setup is uitermate handig als je veel vuurenergie in je hebt. Vuurenergie is een opwaartse energie.
Het is ook de energie waarbij we heel veel aan het denken zijn. Dus ik wrijf nog even een klein beetje in mijn handen. Alleen omdat ik het zo lekker vind. En dan breng je je handen, je vingers boven je wenkbrauwen. Je vingertoppen. En wat je dan doet is je strijkt met je vingertoppen zijwaarts naar de haargrens. Met enige druk en dan houd je die punten heel even vast. En daarna breng je je vingers op het midden van je voorhoofd en breng je ze ook weer met enige kracht naar de zijkant van je slapen. En dan kun je dat afschudden. Dus wat je doet, dat kunnen we nog een keertje doen. Je vingers bij je wenkbrauwen. Met enige druk. Om eigenlijk het overschot aan energie wat hier zit naar buiten te bewegen. Dan beweeg je je vingers en je handen naar de haargrens. En hou ook dit heel even vast en voel maar wat dit doet. Alleen al de aanraking van je handen, je vingers op je hoofd. En dan haal je het even los, haal je je vingers op het midden van je voorhoofd. En trek als het ware een lijn naar buiten. En laten we dit helemaal doortrekken over je hoofd. Dus vanuit het midden breng je je handen naar buiten, over je hoofd. En zie het maar als alle overschot aan vurige energie, aan gedachten, om die allemaal in beweging te brengen, naar buiten te brengen. En doe dit helemaal over je hele schedel. Ik ben inmiddels bij mijn achterhoofd aangekomen. Ik merk dat er meteen bij mijn keel weer iets in beweging aan het komen is. Dat is ook niet zo gek. Naarmate je lager komt, kom ik natuurlijk meer in het gebied van de keel. En doe het met de intentie om alles wat overschot is aan vurige energie, om dat allemaal af te laten stromen. En dan tot besluit. Trek je steeds van één arm, één schouder moet ik zeggen, over je lichaam schuin naar beneden. Het is makkelijker om het met tegenoverliggende hand te doen, merk ik al. Dus ik heb nu twee keer dezelfde kant gedaan dan de andere kant. Begin je bij je schouder. Als je wil, geef je jezelf even een lekkere massage. En trek je hand schuin naar beneden. Zodat wat de Taoïsten de microcosmic orbit noemen. Het hele kanaal van energie wat langs je ruggengraat loopt. Aan de voorkant, aan de achterkant. Dat je alle blokkades die tijdens dit kanaal of die in dit kanaal zitten, dat je die kunt losmaken en naar beneden kunt afstromen. En schud dan tot slot nog heel even alles los. En dan kom je tot stilstand. Dan kom je tot rust. En dat kun je doen met je handen gewoon langs je lichaam laten rusten. Maar je mag ook je handen voor je onderbuik brengen. En voel maar eens of kijk maar eens of je kunt waarnemen dat jouw energieveld veel groter is dan slechts je lichaam. En dat je jezelf helemaal op kunt vullen met jouw energie. En dan tot het allerlaatste. Ik heb altijd meer inspiratie om nog iets te doen. Breng je handen naar buiten en omhoog. En laten we alleen met de klank
je die blazende kat je handen door je energieveld naar beneden laten stromen. Dus adem maar in en uit. En je kunt eventueel helemaal door naar beneden gaan. Adem nog een keertje in. En uit. Ontspan je knieën als je naar beneden gaat. Hou je navel richting je ruggengraat. En ontspan tot slot ook nog even je hoofd als je dit gedaan hebt. En dan rol je langzaam weer overeind. En met deze laatste beweging komen we tot het eind van de morning setup. Nou, mijn haar is goed door de war geraakt van deze oefening. Maar het maakt allemaal niks meer uit. Want voor mij was het heel erg lekker om te doen. Ik ben benieuwd hoe het voor jou was. En als je dat leuk vindt, kun je één woord in de chat zetten. Gewoon eventjes connecten. En voor dit komend weekend wens ik jou heel veel waterenergie toe. En Chrissy, ik zie dat je er live bij bent. Water voor het balanceren van vuur en water. En over het algemeen hebben we bijna allemaal te veel vuur in ons. Het denken. Dus waterenergie. Ik gun het jou van harte dat je heerlijk geniet dit weekend. Maandag ben ik er weer met een nieuwe morning setup. Dus van mijn hart naar jouw hart. Namaste. Tot dan.